Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. We spreken molenaar Dirk Bateman net na een fel onweer. Voor een molenaar is de wind alles en voor Dirk Bateman is de wind een spel, want je hebt de wind in je handen. Er is niets leuker dan die windkracht omzetten naar de verpletterende kracht van stenen. Maar Dirk weet ook, als je even verstrooid bent, dan is diezelfde wind je grootste vijand en ligt je molen tegen de vlakte. Ik ben Dirk Bateman, ik woon in Leffingen. Ik ben altijd landbouwer geweest en vandaar heb ik wel mijn interesse van de molen, omdat ik daar altijd, gans mijn leven, het nodig had om dicht bij de molen te zijn. Want vroeger was het zo dat je naar de molen ging met je graan, daar werd dat gemalen en de week daarop haalde je dat dan terug. Zodoende dat je, dat was dan uiteindelijk het enige, die diende om voeder voor de dieren. Toen is ondertussen die meerfabriek gekomen en is het heel anders gelopen en de molen is gedaan. Maar van waar is nu eigenlijk echt mijn interesse gekomen? Als ik de school verlaten heb, dan was ik 15 jaar en dan was het een moment voordat je dus naar je legerdienst deed, dat je moeilijk in het werk geraakte. En op het dorp bij ons, Leffingen, hebben wij een molenaar die eigenlijk iemand zocht om op zijn molen te gaan werken. En dat was geen molen met de wind, maar dat was toen wel een malderij. En die malderij, dat was eigenlijk hetzelfde als nu. Dat was niet aangedreven met de wind, maar wel met de motor. Maar dat was ook met stenen malen. En vandaar heb ik het al een beetje in mijn vingers van toen. En zo is het ook in Leffingen, waar we zijn daar ook nu. De molens zijn daar ook erfgoed geworden. En daar staat nog een romp van een molen, maar daar zijn geen wieken meer aan. Maar daarnaast staat er ook een malderij. En omdat ik nu toevallig in mijn jonge jaren de malderij nog bestuurd heb, hebben ze me gevraagd of ik ook naar daar wilde gaan om een keer een beetje uitleg te geven. En om het misschien eventueel weer op gang te zetten, die molen. En we hebben daar een groepje van geïnteresseerden rondgemaakt en we zijn zo met een man of 4, 5 zeker. En we hebben toen besloten om de molenaarscursus te gaan volgen. Waarom de molenaarscursus? Eigenlijk op een malderij heb je dat niet nodig. Als je wilt malen met de wind, dan moet je eerst de cursus gevolgd hebben, zodoende dat je genoeg op de hoogte bent van wat je mee doet. Van eigenlijk een molen kan je in een paar seconden kapot maken, als je er niet genoeg van kent. Dus eerst de cursus. En dan examen doen en dan mag je op de molen gaan werken. Als je wilt beginnen met op de molen te werken, dan moet je eerst en vooral een beetje technisch goed in elkaar zitten, zodat je het heel goed begrijpt. En wanneer dat je dan de molenaarscursus gaat gaan volgen, en dat is om de 2 jaar. En het is nu op het einde van het jaar, in de maand oktober, start dat weer opnieuw. Dat is 10 weken aan een stuk, niet achter elkaar, maar overhands de winter, zijn er 10 zaterdagen dat je in de voormiddag de cursus gaat volgen en in de namiddag ga je de molens gaan bezoeken. En zo komt het wel dat je er eigenlijk iets van kent. Dan moet je ook een examen doen. Daar moet je ook geslaagd zijn voor te kunnen verder doen. Dan moet je 100 uur stage gaan volgen. En dan hebben hier iemand zo een koekelaar op de molen die stage doet. En die man doet dat heel goed. Die gaat dat ook worden. En als je die 100 uren stage gedaan hebt, waarvan dat je 25 uur effectief graan gemalen hebt, dan kan je een examen doen en dan mag je een keer tonen wat je ervan kent. En dat valt mee. Dat is, iedereen heeft daar wel een beetje de schrik voor zo. Wanneer dat in de dag van het examen komt, hoe ga ik dat stellen? Maar dat valt echt mee. Dat valt mee, maar tegen dan begrijp je het ook wel een beetje. Het moeilijkste aan de molen, het moeilijkste aan de molen is hem altijd vangen. Wanneer dat je molen goed aan het draaien is, ben je van bezig en op een zeker moment, je zegt het is tijd, ik moet naar huis, je gaat stoppen. Ja, dan moet je die molen gaan remmen en gaan stilzetten. En dat is het moment, het gevaarlijkste van gans je dag eigenlijk, dat je die molen moet gaan stopzetten. En dat is, je moet hem afremmen
En daarvoor moet je gewoon met je touw het gevoel in je handen hebben dat je hem niet te rap afremt. Anderszins ga je je rem, oftewel als je je te traag remt, ga je rem warm krijgen, is er brandgevaar. Als je hem te vlug remt, is het gevaar dat je de askop gaat breken. Dus dat is de grootste verantwoordelijkheid als molenaar tegenover die molen. Wanneer dat je dat tegenkomt, dan is dat niet meer leuk. En ik denk dat je dan er meer aan denkt om ermee te stoppen dan om verder te doen. Maar dat gebeurt ook niet jaarlijks, of ik hoor daar niet zoveel van. Maar ik zit toch op een molen waar het ooit eens gebeurd is. In Roxham is dat ooit van toch een keer gebeurd. Ja. Natuurlijk, ik heb uitgelegd dus dat dat een delicaat moment is wanneer dat je moet die molen gaan remmen. Wanneer dat er een onweersbui afkomt en dan, dat gaat vaak gepaard met veel wind, dan moet je heel snel zijn, dan moet je die molen stopgezet hebben voordat die wind opkomt. Anders krijg je die niet meer gestopt. En dan gebeurt er grote schade. Dat is ook een van de dingen dat je goed leert in je cursus. Je kunt ze leren daar eigenlijk. Je kijkt naar het weer, naar de wolken. Wat is een onweerswolk? Wat is geen onweerswolk? Waarom moet je altijd goed in de gaten houden? Want een onweer kan ook enorm schade aanbrengen. Je moet hem stilleggen. Je moet dan nog je zeilen afnemen. Die zeilen moeten opgerold zijn, want die zeilen kunnen mee met de wind in de askop geraken. Dan gaat het over snelheid. Dan moet je eigenlijk je touwen kunnen afrukken of afwerpen, je zeilen afwerpen. Dat moet heel rap gebeuren. Want ik heb hier nu vandaag, het onweer, we zagen het afkomen. Er was geen gerommel, het was eigenlijk een gevaarlijke. En nou, opeens komt er die regen. Je hoort dan een keer die donder. Het is toch een dondervlaag. Ja, we gaan hem stopzetten en afzeilen. En we waren op tijd, want we waren nog voor de wind. Ja. Het is ooit eens gebeurd dat ze een oplevering deden van een molen die pas gerenoveerd was. Op het moment dat ze bezig waren, dat ze die molen aangezet hebben, dat ze bezig waren dus met die overname, is er een onweersbui opgekomen. Er was gepaard met een windgoos en die molen is tot de vlakte gegaan op het moment dat ze daar stonden voor hem terug op te starten. Dus dat wil zeggen, dat zijn de gevaarlijke momenten op een molen. Ja. En je zou dan zeggen, wat is er daar nu leuk aan? En wel het leukste die daaraan is, dat is wanneer dat zo wat goed waait en je staat in je molen en dan ga je eigenlijk met de kracht van die wind, ga je opvangen in je molen en je gaat dat omzetten in een kracht die de steen doet draaien en waarvan dat je dan graan kunt verbreken en tot meel gaan maken. Dat is eigenlijk, je hebt eigenlijk de wind in je handen. Doordat de wind, als die krachten hoort, dan ga je je steen wat lichter op elkaar zetten. Dan ga je die wieken afremmen. En wanneer dat de wind iets afneemt, dan ga je die steen een klein beetje lichten. Dan gaat er de wind het een beetje gemakkelijker in je wieken doen draaien. En zo speel je eigenlijk met die kracht van de wind, dat je opvangt en daarmee raam haalt. En dat is eigenlijk het leuke eraan. MUZIEK